He has an encounter with some of the daughters of Jerusalem. In vers 8 heeft ze een ontmoeting met sommige dochters van Jeruzalem. And she says to them, "Will you please help me find my beloved?" En ze zegt tegen hen: "Willen jullie mij alsjeblieft helpen om mijn geliefde te vinden?" And their answer in verse 9 is, en hun antwoord in vers 9 is: "What kind of beloved is yours?" Wat voor geliefde is dat, die van jou? Why should we seek him? Waarom zouden we hem zoeken? You know what they're saying? Weet je wat ze zeggen? He came to your door and you didn't even want to get out of bed. Hij kwam aan je deur en je was niet eens bereid om voor hem uit bed te komen. So why should we look for him? Dus waarom zouden wij hem nu moeten zoeken? He can't be that special. Zo speciaal kan hij blijkbaar niet zijn. Now think about that for a moment. Nou, denk daar eens over na. We do all our evangelism, you know? We zijn bezig met evangeliseren. Telling people they ought to believe in Jesus. En we vertellen andere mensen dat ze in Jezus horen te geloven. We tell the secular and unbelieving people around us that they ought to seek Jesus and they ought to believe in Jesus. En we vertellen de niet gelovige mensen om ons heen dat ze Jezus behoren te zoeken en dat ze in Jezus behoren te geloven. But oftentimes they look at the Christians. Maar vaak kijken ze naar de christenen. And they say, "Oh yeah, right." En dan zeggen ze: "Oh ja, ja." Why should I seek him? Waarom zou ik hem moeten zoeken? You don't even seek him. Jij zoekt hem niet eens. You care more about the world than you do your great savior. Je geeft meer om de wereld dan dat je geeft om je geweldige redder. So why should I seek him if you don't even seek him and you claim to be his people? Waarom zou ik hem gaan zoeken als jij hem niet eens zoekt terwijl je zegt dat je bij hem hoort? Kind of hurts, doesn't it? Dat doet pijn, hè? But when they say this to her, she wakes up. Maar op het moment dat deze dochters van Jeruzalem dat tegen haar zeggen, dan wordt ze wakker. Sometimes we need to hear something really hard and really true to shake us up and get us back to reality. Soms moeten we gewoon iets heel hards horen en iets wat heel erg waar is moeten we horen om ons wakker te schudden en om ons terug te krijgen in de waarheid. In verse 10 through verse 16 she experiences something of a revival. In vers 10 tot en met 16 ervaart zij iets als een herleving. She starts thinking about the one she's been so cold towards. Ze begint te denken over degene jegens wie ze zo koud is geworden. She almost gets a little mad. En ze wordt bijna een beetje boos. She said, "My beloved." Ze zegt: "Mijn geliefde is beautiful." Is schitterend. And then for the next several verses she just goes wild. En in de verse daarna raakt ze helemaal opgewonden. Remembering all the great and beautiful things about her beloved, her husband, her king. En ze begint zich alles te herinneren, alle geweldige dingen over haar geliefde, haar echtgenoot, haar koning. And when her love for her husband returns. En wanneer haar liefde voor haar echtgenoot zo terugkomt. And passion is flowing out of her everywhere. En de hartstocht overal uit haar komt. Look at the response of the daughters of Jerusalem. Kijk dan eens naar de reactie van de dochters van Jeruzalem. Chapter 6 verse 1. Hoofdstuk 6 vers 1. They go, "Where has your beloved gone?" Ze zeggen ineens: "Waar is je geliefde naartoe gegaan?" If he's like that, then we want to seek him too. Als hij zo is, dan willen wij hem ook zoeken. You see, when the church is stirred up in its love for Jesus Christ. Zie je, wanneer de kerk weer wordt opgewekt in haar liefde tot Christus. When the church has a passion for Christ. Wanneer de kerk een hartstocht heeft voor Christus. When the Christ becomes everything to his people. Wanneer Christus alles wordt voor zijn volk. Then other people start saying, "Where is he?" Dan beginnen andere mensen ook te zeggen: waar is hij? How do I meet him? Hoe kan ik hem ontmoeten? You know, Christianity is life. Het christendom is leven. You're witnessing to people in the world. Je getuigt tot mensen in de wereld. And you walk up to them. En je loopt naar hen toe. I'd like to tell you about Christianity. Ik wil je graag iets vertellen over het christendom. We've got a whole lot of rules. Wij hebben een heleboel regels. We got a really big book. We hebben echt een heel groot boek. And it's filled with all sorts of rules. En het is vervuld met allerlei regels.
Come and join the fun. Kom en deel in de vreugde. Now Christianity does have commands. Nou, het christendom heeft heel veel geboden. And they are delightful to a renewed heart. En iemand die opnieuw geboren wordt, voor die zijn die geboden een vreugde. But Christianity is Jesus Christ. Maar het christendom is Jezus Christus. And we should be madly in love with him. En we behoren helemaal verliefd te zijn op hem. And our love should be flowing out of us. En onze liefde behoort uit ons te vloeien. Now to finish, nou, tot slot. We can say that she's messed up. Kunnen we zeggen dat ze in de war is. She had a cold heart. Ze had een koud hart. Her husband came to her door and she didn't even want to get out of bed. Haar echtgenoot kwam aan haar deur en ze wilde niet eens uit bed komen. She started looking for him and a bunch of guys soiled her. Ze begon hem te zoeken en een aantal mannen die hebben haar mishandeld. Now if I was her husband. Nou, als ik haar echtgenoot zou zijn. I'd probably be a little mad. Dan zou ik waarschijnlijk wel een beetje boos zijn. When she came to me, I would probably say, "Hey, we need to talk about this." Als zij tot mij zou komen, dan na alles, dan zou ik wel tegen haar zeggen: "We moeten eerst even praten." Who do you think you are? Wie denk jij dat je bent? When I found you, you were naked on the side of a road. Toen ik je vond, lag je naakt aan de kant van de weg. You had nothing. Je had helemaal niets. And you do this to me? En nu doe jij mij dit aan? Sister, you're in trouble. Zuster, je hebt een probleem. I don't know if you're ever going to dig yourself out of this hole. Ik weet niet of je ooit zelf uit dit gat kunt kruipen. First of all, where does she find him? Nou, ten eerste, waar vindt ze hem? Exactly where she left him. Precies op de plek waar ze hem heeft verlaten. In the garden. In de hof.